Wij zijn Roos en Ville van Tilburg Lacrosse, het enige lacrosse team in Brabant. En we zijn hier vandaag bij de Cup! Internationaal Vrouwen Toernooi in Tilburg. Mensen noemen het wel vlinders vangen of hockey door de lucht. Een mix van basketbal, van ijshockey, van hockey door de lucht. Lekker! Het is 0-11, dus we gaan dadelijk wat doelpuntjes maken. Het is een leuke teamsport, het is een keer wat anders. Snelheid, net als nu indoor, je rent alleen maar op en neer. 5 landen doen er mee vandaag. België, Duitsland, Zweden, Nederland en Amerika. De Amerikanen hadden bedacht, hey, dit is een leuke sport, die moeten in Nederland een beetje gaan promoten. Toen zijn ze hier met Tilburg Lacrosse aangehaakt om dan dit toernooi te organiseren. Guys, you have to get back on this. Het is nieuw, het is ook nog vrij nieuw in Nederland. En wij hebben een heel divers team van 16-jarigen tot bijna 30-jarigen. Ja, ja. En het is gewoon zo gezellig met elkaar. En inderdaad heel snel samenspelen met elkaar. En, ja, dat maakt het heel gaaf. Ja. Als ik vertel dat ik aan lacrosse doe, dan zijn de meeste reacties wel wat vet. Ja, inderdaad. Dus, we hadden heel positieve reacties. We zijn hier in Oirschot bij het Whiskey Festival Zuid-Nederland. Het is dit jaar voor de 7e keer dat wij het organiseren. En, hoe smaakt die? Voor de 7e keer geweldig. Ik vind het gewoon leuk. Ik keer wel verschillende whiskies. Het duurt even voordat de nabrander komt, maar hij smaakt echt gerijpt op hout. Whiskey, do your stuff, till I've had enough. Don't make her going rough, 'cause my baby might get tough. Hetzelfde denk ik als met een parfum of zo. En die ga je ook op een gegeven moment in de winkel, die kun je opspuiten, die kun je even ruiken of het jouw geur is of je aanslaat. Whisky leer je kennen en proeven en waarderen door het heel wat jaren te doen. En dan niet te veel, maar elke dag. Eén glaasje. We drinken thuis zelf ook whisky en zo'n dag kun je toch ideeën opdoen voor dat je zelf nog iets wil aanschaffen. Ja, het is gewoon lekker hoor, dus ook voor jeugd prima. Smaakt wel, ja. Sommige wat pittig en sommige wel lekker erbij. Vroeg niet de nootjes, hè, maar de whisky. Nee. Ik heb het over de whisky. Dus de nootjes is even tussendoor. Yeah, whisky do you stop. Ja, dat lezen, dat wordt natuurlijk steeds lastiger, hè? Ja, op zich wel, ja. Rustig aan, want ik moet niet te veel drinken, anders dan kom ik niet meer heel ijs thuis. Je moet het rustig aan doen en goed water drinken tussendoor, dan gaat het helemaal goed komen. Na verloop van tijd wordt het steeds gezelliger, ja, dat klopt, daar ben ik mee eens, ja. We gaan niet terugrijden. Nee, daar heb ik een vrouw voor die me direct komt ophalen, ja. En dan nu weer een paar tips van ons voor Brabantse evenementen in het weekend. Landgoed Kasteelhoeve Geldrop vormt zaterdag en zondag het toepasselijke decor voor een grote Brocant d'Hiver. Een antiekmarkt met veel spullen uit Frankrijk en Engeland. In het Klokgebouw in Eindhoven is zondag een feel-good-market met veel kraampjes, workshops, live muziek en allerlei activiteiten voor kinderen. Van 12 tot 6. Met het festival Val Val 3 laat Theater de Hof naar in Valkenswaard komende zondag zien wat er in de tweede helft van het theaterseizoen allemaal op het programma staat. Diverse optredens en workshops vanaf 12 uur. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail naar evenementen@omroepbrabant.nl